Yo gasten, goedemorgen. Het is vandaag nu zondag 10:30. We hadden natuurlijk gezegd dat wij 's nachts ook zouden vloggen, maar ja, ik heb deze week best wel slecht geslapen. En niet alleen ik, Lounge ook. En meestal als ik slecht slaap, dan houdt Lounge me altijd wel wakker. En dat is ook andersom, maar Lounge en ik waren nu echt ontzettend moe. Hij zit hier nog steeds best wel een beetje moe te wezen. Goedemorgen, kijkers. We zijn inderdaad nog hartstikke moe. Wat gaan we vandaag doen? We gaan straks even foto's maken. En intro. De andere outro gaan we doen. En misschien nog een stukje filmen extra. Daar zien we nog wel wat we nog meer extra gaan doen. Misschien ook nog Charlie Charlie. Toch? Ja, ik denk dat jullie wel allemaal van het Charlie Charlie gehoord hebben. Dat weet ik eigenlijk wel 100% zeker, want dat is natuurlijk een hele raasje, Charlie Charlie. Geweest. Nou, nog steeds. Die wordt nog steeds namelijk gedaan. Heb ik gezien op internet. Maar in ieder geval, we laten natuurlijk ook hoe gaat zo'n opname van de intro, laten we natuurlijk ook zien. Dus dat wordt echt wel een beetje gekkigheid. Dus in ieder geval, het wordt best een gekkigheid, een gekke aflevering hoe we een intro maken en een outro maken. Dus ik hoop dat jullie zullen genieten van deze aflevering, vlog nummer 5. Hallo, daar zijn we weer, Laurens en Matthijs. Nee, we zijn vandaag druk bezig, wat ik al eerder vertelde met intro en outro. We gaan zo meteen beginnen met de outro. En zometeen hebben we een cameravrouw gevraagd die ons graag wilt helpen, dat is Meerte. En de outro hebben we een idee van hoe we dat gaan doen. We gaan een weg afleggen, dat wij weglopen van de camera. En ja, dat wordt een beetje onze outro. We gaan nu wat foto's maken voor de intro. En natuurlijk wat filmpjes. En misschien krijgen we onze cameravrouw weer zover. En anders gaan we het alleen doen. En ik laat in ieder geval ook aan de vlog zien hoe de outro eruit ziet en hoe de intro geworden is. Yo, we hebben vandaag de intro gemaakt en de outro. Maar we hebben jullie wat beloofd. Laurens, wat was het ook weer? Charlie, Charlie, wanna play? Precies, we zijn nu in de badkamer. Zo meteen doen we het licht uit. En het bord staat er al. Kan ik wel zien. Hier staat yes. No, no, yes. Wij denken natuurlijk dat het allemaal fake is. Maar is het wel echt fake? Of is het echt? We zullen het zien. Dan gaan we nu beginnen. Wel in plaats. Daar kan ik niet staan. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie. Will you play to me? This bullshit. Charlie, Charlie, are you here? Laurens, jij beweging. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, wanna play?
Will you want to play Charlie? Mensen, jullie zien het allemaal zelf. Het spel Charlie Charlie Wanna Play is allemaal fake. Het is bedacht door een stelletje studenten op school die het toevallig uit een ander land hebben. En dit spel werkt absoluut niet. Ik heb het spel al eerder gedaan en toen werkt het ook niet echt. Dus het houdt het bij deze op. Het spel, jullie kunnen het spel Charlie Charlie Wanna Play, kunnen jullie gewoon spelen. Maar jullie zullen geen geesten aantrekken. De geest Charlie is een Mexicaanse geest, het is in Mexico bedacht, het spel. En Charlie Charlie Wanna Play blijkt daar een hele raadje te zijn, is in Nederland overgegaan. Maar geest Charlie is er niet, bestaat niet. Dus als jullie het spel Charlie Charlie gaan proberen en jullie trekken toevallig wel wat aan, meld het ons gelijk, zet het onderaan, want het spel Charlie Charlie Wanna Play bestaat niet. We hebben in ieder geval wel wat gevonden, dat is wel grappig, The Voice of Holland. Dat is weer natuurlijk op tv, maar wij hebben ook een hele bijzondere gezien. Waar de jury hele bijzondere mensen in zitten. Die kunnen jullie nu kijken. En zometeen zien jullie ook de intro. En natuurlijk de outro. Tot zo. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. What's your name? Elsa from Arendelle. I don't care where you're from. Choose a coach. Pokeball! Go! Yo, ik maakte net een kleine geintje van. We gaan namelijk zo meteen heerlijk eten. Saté kroketten. Met pannenkoeken hoor ik hier. En heerlijke kippenpoten en vleugels. Maar ik maak net een bepaalde opmerking. En toen deed Laurens een beetje apart. Denk je dat ik dat voor de camera ga doen of zo, joh? Kijk, doe dat niet. Film dit dan of zo, joh. Pam! Alleen maar suiker. Onze traditie. Traditie. Nee, Laurens en ik hebben inderdaad een eigen traditie.
En dat is inderdaad met zure matjes eten we dan. En dat is wel lekker hoor. Kijk hoeveel ik al gedronken heb. Kijk, wat gisteren was, Energy Monster, kijk dan. Die is nog vol, die is leid. Zo leid. Zijn gewoon alle drie leeg? Nee, deze is vol nog. Er zit nog één. Kut blik. Kijk, dan heb ik er eentje. En hoe lang heb ik hiermee gedaan? Een nacht en een dag. Dat bedoel ik. Goed toch? Nee. Nee, we hebben vandaag Charlie geroepen. We hebben toen de camera uit was, hebben we het nog een keer geprobeerd met een duivels muziek hier. Maar kwam die? Nee. Ook wel, ik kan jullie meedelen dat Charlie nogmaals... Charlie bestaat niet. Lukt het jullie wel? Stuur het naar me toe. Of stuur het naar Laurens toe. Ik heb Twitter. Hij heeft Facebook. Typ gewoon in. Matthijs Ruitenbeek vind je me vanzelf. Laurens Lefebvre vind je Laurens. De vraag is of we jullie accepteren. Dat zullen jullie vanzelf zien. Dat zullen jullie wel zien. Maar in ieder geval zometeen ga ik de kroketjes halen. Misschien zou ik die nu alvast halen. En dan? We doen het wel in stijl. Wow. Yo. Ja, er is niemand. Er is niemand. Snel de kroketjes pakken. Snel de saté pakken. Waar zijn die kroketjes? De kroketjes hier. De kippenpoot. We hebben het gepakt. De naam staat erop voor mij dus. En nu, de vandoor. We gaan er heel snel vandoor. Ha. Ja, ik ben het wel. Goed nieuws. Ze hebben me niet gepakt. Nee? Nee, veiligheid. Dan moet je kijken, hè. Dan kan ik wel laten zien wat een troep het hier is als Laurens hier is geweest. Wat een troep het dan hier is. Dit is nog niks, het kan erger. Het kan nog erger. We hebben het wel eens nog veel erger gehad. Dus dat valt dit nog reuze mee. In ieder geval, we gaan zo meteen weer verder vloggen. Als er wat te beleven valt. Yo kijkers, hey, ik hoop dat jullie vandaag een beetje genoten hebben van vlog 5. Ik vond het ontzettend leuk om het te maken, om de intro te maken en de outro. Ik ben ook, de intro, dat zeg ik wel, daar gaan we nog een beetje aan werken. En de outro vinden we echt helemaal perfect, maar die krijgen jullie natuurlijk zo meteen te zien als outro. Ik hoop ook dat jullie de voice een beetje een grappig filmpje vonden met
Goku in de jury, Pikachu in de jury en al die andere superhelden en Disney-figuren. Maar er is één nadeel. Laurens gaat vandaag terug naar Almere. Laurens, heb je nog wat te zeggen tegen ze? Ik ben hier nog tot een uur of 9. Nu heb ik opgehaald. Het was een leuk weekend. Jullie zullen me van de week wel vast wel weer op Skype zien. Dan doe ik mijn cam aan. Dan gaan we via dat doen. Dat zullen we ook vaker doen via dat. Misschien tot snel weer hier. En wat we dan zullen beleven, zien we dan ook wel weer. In ieder geval, hij is ook in Almere. Als ik bij mijn ouders ben, dan zullen jullie Laurens ook nog wel zien. Als ik naar Almere ga en de Almere stad in ga, dan zullen jullie Laurens ook wel zien. Ligt eraan, hè, als ik niet moe ben. Als het niet moe is. En dus van Laurens zullen we nooit afkomen. Maar ja, jullie komen ook niet van mij af, dus dat scheelt weer. In ieder geval, morgen ga ik geen aflevering maken, want morgen heb ik het een beetje, is het niet echt een bijzondere dag. Dus dinsdag ga ik weer een vlog maken. En wat we dan gaan beleven, dat is een verrassing. Dus ik hoop dat jullie de outro leuk vinden. En dan zeg ik laters. Eén ding. Zet eronder het duimpje. Deze. Klik hem aan. Niet deze duim. Die moet je niet aanklikken. En Laurens, wat moeten ze worden? Huh? Wat moeten ze worden? Wat moeten ze worden van ons? Wat moeten ze worden van ons? Om ons goed te volgen. Abonnees. Heel veel abonnees. En doorsturen naar iedereen die jullie kennen. En tot kijk. Dames is het ook weer. Zeg ik ook tegen jullie. Laters.